Hier ben ik bij het poeletje waar ik een gedeelte van de amfibieën op ga zetten. Het staat ontzettend hoog nou, het poeletje. Daar ben ik ook wel heel blij om. En ik hoop dat hij daar ook blijft. Maar als ik nu alweer zie dat het alweer wel droog is en voorlopig nog 14 dagen droog blijft volgens de berichten, hou ik mijn hart alweer vast voor de zomer die gaat komen. En hoe zwaar het deze beestjes weer gaan hebben. Kijk, hier hebben we weer zo'n amplex, oftewel een duo. Of een tandem, ja, tandem, ik zeg het even. En kijk eens hoe vast het mannetje de vrouwtje vasthoudt. Hier zo, kijk, die poot er helemaal ingedrukt. Die laat hij niet meer los. Nou, ik zal hem het water zetten. En dit, even kijken, goed inzoomen. Dat is een vrouwtjespad. Kijk, die heeft geen zwarte teen. Een mannetjespad, dat zal ik daar laten zien. Die heeft een zwarte teen erop zitten. Of meerdere, één of meerdere. En daarvoor kunnen we zien of het een mannetje of een vrouwtje. Maar het vrouwtje is meestal ook wat groter. Kijk, dit is een echt een mooi formaat. Zie je met het vrouwtje nou het verschil? Dit zijn echt die twee zwarte tenen. En zie je die twee bruine strepen? Hier zo, die verdikkingen, allebei de kanten. Dat zijn zijn giftklieren. Daar scheidt die gif af als bijvoorbeeld een reiger zoals je moet pakken en als dat die niet meer zo smakelijk is. Kijk, en hier hebben we nou een paarse loopkever. Ik zal hem een beetje in de zon houden, dan zie je hem ook mooi verkleuren. Ja, die vallen ook in die emmers. Die komen er niet langs, langs die emmers. En hier hebben we het vrouwtje van de Alpenwatersalamander. Mooi gemarmerd oppervlak. Kijk, die mist ook dat gele streepje. Mannetje hebben we al gehad, geloof ik, een keer. En anders doe ik het nog wel een keer als ik hem tegenkom. Kijk, het vrouwtje, ook kijk, mooi die zijkant. Mooi van kleur. En natuurlijk dat oranje buikje. En het is wel een mooie dikke. Prachtige beestjes. Kijk, een helemaal klein poelkikkertje. Ja, die moet nog wat jaartjes meelopen, wil je wat groter worden. Maar ze zijn er. En hier hebben we het vrouwtje van de kleine watersalamander. Mooi van kleur, wat donkerder. En ook groter als de van de vinpootsalamander. Kijk, en die zijn te herkennen. Het vrouwtje. Ja, ook de kloaken natuurlijk. Maar ook de spikkels op de buik. En, ja, sorry hoor, ik moet even vervelen. De spikkels onder de kin. Dat is duidelijk het vrouwtje van de kleine watersalamander. Kom maar, mevrouw, ik zal je loslaten. En hier hebben we het mannetje van de kleine watersalamander. Dat is ook duidelijk te herkennen. Aan de onderkant... Kijk, heeft hij die grote zwarte stippen erop zitten. En achter de kloaken, daar, kun je ook zien dat het een mannetje is. En deze krijgen daar op de rug in het water. Dan gaan ze zijn eigen heel mooi maken. Op de staart ziet het al een beetje. Maar er komt helemaal zijn kam overheen te lopen. Dan zijn het net draken. Ja, heel mooie salamander als je straks in de water... fase zit. Kom, zet je bij je vrouwtje neer. Dit is de vinpootsalamander. Is ook wel lichter. Is ook onze kleinste salamander die we hebben. Er zijn erbij die wegen nog geen gram. Kijk, en die zijn wat duidelijk te herkennen. Die hebben helemaal geen puntjes. Hebben gewoon een glad buikje. Zonder spikkels of iets erop. Ook geen spikkels onder de kin. Of onder, ja, helemaal blanco spikkels. Dit is duidelijk echt een vinpootsalamander. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat er wat dingetjes weer duidelijk zijn geworden. Maar je hebt wel gezien, het zijn echt hele mooie beestjes. En die moeten we zeker behouden. En als jullie vinden dat ik dit goed doe, allemaal zo'n filmpjes, steek doe vooral een duimpje.
dan weet ik ook dat jullie het interessant en goed vinden. En tot de volgende keer weer. Doei!